Hello, Karin. Hello. En hallo, ergotherapeuten uit Nederland. Ik zie, we zijn al bijna allemaal online. Dus welkom. Ik wil jullie even mijn collega laten zien. Jullie hebben mij nu al een beetje gezien op de groep. Dus ik ga deze webinar aanbieden samen met mijn collega Karin Visser. Karin, give us a nice wave. Hello. Okay, het is 8:00, dus wij gaan beginnen. Collega's, dus ten eerste, ja, welkom en hartstikke fijn dat jullie er zijn. Ik wil even mezelf introduceren. Ik ben dus Wilma Jansen. Ik ben Zuid-Afrikaans, dus vandaar af en toe een beetje gebrekkig Nederlands. Maar ik doe wel heel erg mijn best om het voor jullie in het Nederlands te doen. Ik ben zo'n 10 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de opleiding ergotherapie en de Hogeschool Zuid in Heerlen. En ik ben dus de afgelopen 8 jaar ben ik woonachtig in Zuid-Afrika. Waar ik dus samen met Karin, mijn collega, specialiseren in kinderen met ADHD, ook volwassenen met ADHD. Dat is maar gewoon een beetje mijn achtergrond. Mijn collega Karin spreekt uiteraard Engels. Dus Karin gaat haar deel van de presentatie in het Engels doen. Karin, over to you. Maybe a short introduction just to introduce yourself to our guests. Yes, hello everyone. I'm not going to try and speak Dutch. I can speak Afrikaans. That's the best I can do. But welcome everyone. We are very excited to have you here tonight. My background is I was a teacher many years ago. And our business actually started when my son, that's now 20 years old, but he was diagnosed with ADHD when he was in grade one. And that's actually where our whole journey started from. My husband is a professor in chemistry at the local university, so he teaches. And my sister, we are family-based, we're family business. My sister is actually a registered nurse, but she also works with me. So us three forms part of the Biolink Attentional Training International brand, which Wilma, of course, is part of. Okay. Okay, thank you, Karin. So I think I'm just going to ask you to do an introduction for us, just to give us some background about the assessment that we will be discussing this evening. Yes, okay. So just maybe on a practical side, you will see there that there is a Q&A in the chat box. So at any stage when you have a question, please feel free to ask that and Wilma is going to help me. And we will answer the questions as we go through the presentation. So as I told you, the business started actually because of our own child that was struggling. And we were looking for a tool that was going to measure objectively the skill set of our child. So many years ago, I know a lot of you know the company Tova, and you will also most probably know Iva. So we used Tova many years ago, but I felt that there was shortcomings with Tova. So when we got an opportunity to develop our own tool, we could put into this tool extra things that we wanted to measure. And Wilma will share with you that just now. So Focus was developed in 2016 by a company called AfriForte, part of also university in South Africa. And they are very well known for developing psychometric tools. And then there's a lot of research, of course, that they do as well. So Focus was standardized and validated on a data set of 3,300 participants, both sexes, okay, and over 50 years old. We are currently, because we are updating the data,
We're updating it every year. We are currently over 16,000, so 16,000 data sets all across the world. We've got people using Focus in America. I think we're in 12 countries already. In the UK, up in Africa, we're in South America, we're in China, we're in Bolivia. So we across the globe already. And then we were very fortunate to be able to launch Focus. And I'm sure you're all very familiar with the APA, the American Psychology Association. We were invited in 2017 to present this tool at the international convention in Washington. And people were very excited about the tool. And the one thing that sticked out that they really, and you must know now, we really talked to the top of the top. Professors and doctors from different universities all across America. And the one thing that they all liked about this assessment, and Vilma will share with you that as well, is the simplicity of that. It's easy to understand. It's easy for a parent to understand when you do the feedback with it. Okay, so like I said, we measure different aspects of concentration, but Vilma is going to go into that part of it. So I just wanted to give you a little bit of background of where we are at. We are busy now with two papers that we are writing up with regards to, the tool that we use for intervention, but that we'll cover later on. So we are very excited about this, and I'm sure you're going to enjoy this. I will speak to you later on a little bit about the benefits of the program as well, but Vilma will take over for now. Thanks, Vilma. Thank you, Karen. Goed, dus wij gaan ten eerste gaan we het hebben over concentratie. Ik wil dus wel even zeggen dat wij hier in Zuid-Afrika, als wij het hebben over concentration en attention, dat hier wordt dat bedoeld als dezelfde. Dus als mogen Karen en ik een beetje wisselen tussen de twee termen, hier verwijst het naar dezelfde. Dus goed, als we het hebben over concentratie, wil ik even aan jullie vragen. En het maakt dus niet uit met welke leeftijdsgroep of met welke doelgroep je werkt. Hè? Maar als je het hebt over concentratie, wat zijn dus het gedrag die jij kunt observeren, waardoor je dus kunt zeggen dat deze cliënt een probleem heeft met concentratie? Wat zie je? Dus waardoor kun je merken dat concentratie mogelijk een uitdaging is voor je cliënt? En jullie kunnen het in de chat, kunnen jullie dat typen? Dus jullie kunnen bijvoorbeeld denken aan impulsief gedrag, het niet af kunnen maken van een taak, makkelijk snel afgeleid door prikkels vanuit de omgeving. Dus ik wil jullie vragen om even, denk eens even aan een cliënt van jou. En waardoor jij dus kunt zien dat deze cliënt zich moeilijk kan concentreren. Ik hou even de chat in de gaten. Gisteren waren er dus collega's die zeiden, inderdaad afgeleid door wat deze hoort en ziet. Dus zeker afgeleid door auditieve en visuele prikkels in de omgeving. Zeker, Femke, dat zien wij ook vaak. Kimberly zegt om zich heen kijken, wegkijken bij iets te zien of horen of intern. Femke zegt wiebelen. Ja, zeker. Motorische onrust. Ja, het niet stil kunnen zitten. Zeker. Dat zien we ook. En dat merk je ook aan. Hè? Dat een cliënt zich verveelt of dat de concentratie minder wordt. Friemelen met de handen. Zichtbare vermoeidheid. Gapen. Steunen op de hand. Zuchten zien wij ook vaak. Snel moe zijn. Ja, snel moe zijn. Dat zien we ook. Ze gaan kletsen.
Ze gaan praatjes maken. Zeker, we zien dat zeker ook hier met de kinderen. Ook al heb je gezegd dat het niet de bedoeling is, toch even een onderwerp vinden om een praatje over te maken. Dus dit zijn hele goede voorbeelden. En dit zijn voor ons ook hele herkenbare voorbeelden van iemand die moeite heeft om zich te concentreren. Dus wij zijn gaan kijken, net als Karen zei, van hoe kunnen we iets zoals concentratie meetbaar maken? Want wij willen toch, als wij behandeldoelen stellen, willen wij toch concreet aan de slag kunnen gaan. En wij willen kunnen meten en vergelijken wat wij aan het doen zijn. Dus nu hebben we focus. Dus wat de focus doet, is de focus verdeelt eigenlijk het concentratievermogen, gaat die dus verder verdelen in subskills of categorieën, zal ik maar even zeggen. En ik ga jullie deze categorieën even laten zien. Dus Karen, you can go to the next slide. Dus wij gaan kijken bijvoorbeeld naar performance. Dat is een van de categorieën die je kunt meten met de focus. En bij performance gaan we dus kijken naar de snelheid. Duurt het lang voordat de taak afgehandeld is? Moet je de instructies herhalen? En als we het hebben over snelheid, hebben we het ook vaak over wat wij in het Engels noemen processing speed. Dus de tijd die het neemt voor iemand om iets om informatie binnen te nemen en dat te processeren en erop te reageren. We zien vaak bij kinderen, als ze zich gaan vervelen, dat ze dus veel langzamer reageren op wat je zegt. En dan moet je je herhalen. En dat kunnen we dus bijvoorbeeld ook bij ouderen met een CBA, zien we dat dus ook. Dus dat heeft te maken met de spoed, de processing speed, en dat meten we dus bij performance. En de volgende categorie waar wij naar kijken is de consistency. Het is dus heel belangrijk om te kunnen meten of een persoon gedurende een opdracht, bij de focus is het dus een opdracht van 20 minuten, of die dezelfde kwaliteit kan laten zien van begin tot einde van het opdracht. Want als ze in het begin iets op een bepaalde manier doen en aan het einde de werkwijze helemaal verandert of dat de kwaliteit dan slechter is als in het begin, dan is dat dus ook een hele belangrijke aanduiding van een concentratiestoornis of moeite hebben met zich te concentreren. Dus performance, consistency. En dan de derde categorie, dat is herkenbaar bij concentratiestoornissen, zeker bij kinderen met ADHD. Kijken we dus naar de impulsiviteit. Dus wij kijken naar het reageren vanuit een impuls. En niet even bedenken van wat de gevolgen nou zou zijn van mijn reactie. Dus het zijn mensen die risico's nemen, die te snel reageren, die met haast reageren en die maken vaak, die kunnen dus vaak fouten maken omdat ze niet de tijd nemen om goed na te denken voordat ze een reactie geven. En dan, wat ik vind dit echt superleuk aan de focus. En het is dus het feit dat wij de distractions kunnen meten. Dus wij kunnen meten wat het invloed is van de externe prikkels. Dus in deze, met deze meetinstrument kunnen wij dus een cliënt geluiden laten horen. Dus die hebben een koptelefoon op met allerlei dagelijkse geluiden, mensen die praten, telefoon die gaat. En dan kunnen wij dus metingen krijgen om te kijken of de cliënt zich daardoor laat afleiden. En zo ook kunnen we kijken naar de visuele prikkels. Dus op het scherm zijn er af en toe wat visuele prikkels tijdens de test en dan kunnen we zien hoe de cliënt reageert op deze prikkels. En dat geeft hele interessante informatie. Oké, Karen? Goed, dus dat zijn de categorieën waar wij vooral naar kijken. Ik wil jullie, omdat wij veel met kinderen werken, hebben we vaak fotootjes van kinderen. Maar ja, dit helpt dus, of dit kan dus toegepast worden op alle leeftijdsgroepen vanaf 5 jaar oud. Goed,
Dus ik kijk weer even met jullie naar de categorieën waar ik het net over had, want ik wil een klein beetje verder uitleggen wat voor gedrag nou zichtbaar is bij iemand die bijvoorbeeld een lage meting heeft gescoord op consistency. Het zijn dus mensen die moeite hebben om een opdracht te beginnen. Die kunnen niet werken zonder toezicht. Die hebben steeds dat steuntje nodig van kom op, even afmaken, even goed bij de les blijven. We zeggen in het Engels, they interrupt themselves. Dus er zijn heel veel onderbrekingen. Om de 5 minuten opstaan, een glaasje water pakken, even de radio weer harder zetten, even op de telefoon kijken. En dan zien we ook dus dat de kwaliteit is niet constant. Dus we zien een verschil in kwaliteit wanneer we het begin van de taak gaan vergelijken met het einde van de taak. En dan zien we ook interessant dat de handschrift niet altijd netjes is. Het is bijvoorbeeld vanochtend hartstikke netjes. En vanmiddag is dat helemaal anders en bijna niet leesbaar. En dat zien we dus bij mensen die een lage score hebben bij de consistency meting. Dan kijken we naar de performance. Dit is waar ik het had over de tijd, de processing time. Dus de spoed. Mensen die een lage score hebben bij performance zijn heel vaak wij noemen dat de dreamers. Die zijn vaak met hun gedachten op een andere plek. Ze hebben er moeite mee om instructies te volgen die heel veel deelstappen hebben. Dus de instructies moet je vaak herhalen. Die vinden het erg moeilijk om werk af te maken op het werk of in de klas op school. En moeten dus altijd werk mee naar huis nemen om af te maken. Het duurt heel lang voordat ze een taak af kunnen maken. Als ze het al af kunnen maken. En die luisteren vaak heel moeilijk. Die moet weer alles vaak herhalen. En die krijgen niet altijd alle info mee die ze horen. En het heeft gewoon te maken met een wat langzamere processing speed. Dan de impulsivity. Dat is wanneer ze iets doen zonder erbij na te denken. Die maken fouten die niet nodig zijn. Dat zijn dus mensen, en we zien het ook weer vaak bij kinderen, dat ze niet hun... Ze wachten niet hun beurt af. Hè. Die moeten, als ze een zegje willen doen, doen ze het meteen. Of ze aan de beurt zijn of niet. En dat heeft vaak te maken met het beheersen van de impulsiviteit. Als ze heel erg hoog scoren op impulsivity, dat ga ik jullie op het verslag laten zien, dan kunnen we dus zeggen dat ze... dat er een hoge impulsiviteit is. En dat we dit gedrag waar ik het net over had, dus vaak kunnen zien bij deze cliënten. En dan de distractions. Dus de auditieve afleidbaarheid. Het is dus de cliënten waar we zien dat ze afgeleid worden door allerlei auditieve prikkels. Dus een tv op de achtergrond, een radio die aanstaat. Een grasmaaier buiten het raam. En het kan iets zijn zo klein als een mug wat langs vliegt. Dat zijn dus mensen die vooral door de geluiden heel snel afgeleid raken. En dan de visual distractions. Dat zijn mensen die door visuele prikkels snel afgeleid raken. Zo iemand gaat het dus heel erg moeilijk vinden om aan een tafel te werken dat heel rommelig is, waar veel spullen op staat. Zo iemand gaat het moeilijk vinden om aan tafel te werken dat voor het raam staat. Of om te werken met de tv aan. We zien dat heel veel studenten vaak zeggen, nou, ik doe juist prima huiswerk als de tv aanstaat. En als we dan kijken naar de visuele afleidbaarheid, dan blijkt het dus niet zo te zijn. En ook een interessant feitje. En ik merk dat aan mezelf, dat bij mensen die zeer visueel afleidbaar zijn, die hebben dus moeite met autorijden wanneer het regent. Omdat er dus wat visuele prikkels erbij komen. Dus en dat maakt het dus erg interessant dat wij dat kunnen meten en erop kunnen anticiperen. Dus ik ga jullie een voorbeeld laten zien van het verslag.
Dus hier is een voorbeeld. Even mijn gezicht aan de kant schuiven. Dus dit is het verslag die je dan aan de cliënt kunt geven. Dus alles op dit verslag ziet er precies uit zoals bij de cliënt. Behalve die oranje pijltjes. Dat hebben we nu even voor jullie erbij gezet. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ga niet al te veel detail met jullie bespreken. Ik wil jullie alleen laten zien hoe het eruit ziet. Mochten jullie verder willen met het meetinstrument, dan gaan we dus heel goed en enorm in detail gaan we met jullie training doen. Dus dan gaan jullie alles leren en alles heel goed begrijpen. Dus als we kijken naar het begin van het verslag, bovenaan is de introduction. Daar staat altijd even een paar zinnetjes over het meetinstrument en wat het is en wat wij dus gemeten hebben. En dan zie je de volgende is taste the bite. Dus daar komt dan jouw naam als professional aan. Je naam staat al in de programma. Dat gaan we jullie laten zien. Dus jij wordt geregistreerd op het programma. Dus alle verslagen zien er dus zo uit. Jij zet de naam van je cliënt erin. En de naam van je cliënt verschijnt dus overal op het verslag. Dus jij hoeft het verslag niet te typen. Het wordt is allemaal al gedaan. En dan alle informatie is er dan op te vinden. Dus er wordt dan ten eerste de meting voor consistency gegeven. Dus jullie kunnen zien, daar staat een hele omschrijving dan van wat consistency is. En daar staat dan aan het einde ook een omschrijving van hoe jouw cliënt heeft gescoord op de consistency. Dus jullie zien de blauwe balk daaronder consistency met een pijltje naar rechts. En dat pijltje naar rechts betekent dus dat wij willen hebben dat de consistency meting zo hoog mogelijk moet zijn. Dus zo ver mogelijk naar de rechterkant. En dan kijken we ook naar de gemiddelde van de leeftijd voor deze cliënt. Dus het is, hier gaat het om een meisje van 8 jaar oud. En dan kunnen jullie hierboven, waar dat pijltje is, staat dus de normgroep aangegeven. Dus dan kunnen we heel goed zien wat het gemiddelde meting is voor een meisje van 8 jaar oud. En waar onze cliënt dan heeft gescoord op die meting. Dus dan kunnen jullie zien dat de meeste meisjes van 8 jaar oud toetst tussen de 29 en de 69% voor constantheid. Onze cliënt heeft getest op 72%, wat betekent dat ze boven het gemiddelde heeft gescoord. En dat de constantheid dus naar wensen is. Dus dat is gewoon even heel eenvoudig uitgelegd. Dat balkje waar de normgroep dus wordt aangeduid, dat kun je bij consistency niet zo goed zien. Dat is dus een lichtpaars en een donkerpaars balkje. Dus waar de twee, het lichte en het donkere bij elkaar komen, dat is het gemiddelde. Dus wat we nou aanwijzen, dat is het gemiddelde. Dus als ze in het lichte paarse deel van de balk testen, dan zitten ze dus net onder de gemiddelde meting. En als ze in het donkerpaarse deel zitten, zitten ze dus net boven de gemiddelde meting. Dus dat geeft een beetje aan waar we zitten ten opzichte van de gemiddelde voor de leeftijd. Als we dan kijken naar performance, is dat dezelfde regel. Dus wij willen hebben dat de performance wat verder naar rechts moet komen. En hier zie je dus dat de gemiddelde voor meisjes van 8 jaar oud zit. Dus het lijkt me tussen de 32 en de 87%, als ik het goed zie. En onze cliënt heeft in het lichtpaarse vak gescoord. Dus zij zit dus net onder de gemiddelde. Zij heeft 40% gescoord. En daar kunnen we dus al in onze doelstelling kunnen we dat erin meenemen. Hè? Dat wij graag, als we deze test weer doen, dat we deze meting graag iets omhoog willen zien gaan. En dan kijken we naar de impulsivity. Nou ja, impulsivity is anders dan de eerste twee metingen. Wij willen graag deze meting laag hebben. Dus die moet wat meer naar de linkerkant hebben, want wij willen de impulsiviteit laag hebben. Dus nu zien jullie ook dat de paarse vakjes omgedraaid zijn.
Dus het donkerpaars is nu aan de linkerkant, het lichte paars is aan de rechterkant. En wij zien dus dat onze cliënt prima gescoord heeft voor de impulsivity op 14%. Want zij zit in de donkerpaarse vak. Weer eens, als het nu nog allemaal een beetje onsamenhangend is, of het is nog wat lastig te volgen, jullie gaan er degelijk op getraind worden om alles goed te begrijpen. Dan kijken we naar de distractions. Dus hier willen we kijken naar het effect van de externe prikkels. Dus de prikkels vanuit de omgeving. Dan zullen jullie dus zien dat we onderaan hebben we auditory distractions. Het zijn de geluiden, de visual distractions, de visuele prikkels. En dan hebben we daarboven een meting voor de algehele distractibility. Nou, bij distractions is het dus belangrijk dat de meting op de donkerpaarse vak valt. Want mocht het te laag zijn, dan geeft de cliënt dus niet genoeg aandacht aan de prikkels om zich heen. En kan dit dus een teken zijn van dromerigheid of van het niet voldoende aandacht geven. Zou deze metingen te hoog zijn, dus op de lichtpaarse vak of hoger, dan geeft dat dus aan dat deze cliënt heel snel afgeleid wordt door deze prikkels. En kunnen we dat dus ook in onze behandeldoelstelling kunnen wij dat verwerken. En dan onderaan de terms en conditions van het verslag en waarvoor het verslag gebruikt kan worden voor de feedback. En dan de confidentiality clause zit daar dus dan ook bij. Dus dat is een beetje hoe een verslag eruit ziet. Karen gaat het even met jullie hebben over de verschillende voordelen van het gebruik maken van dit meetinstrument. En dan willen wij jullie even laten zien hoe het eruit ziet op de PC. Dus dat geeft een goed beeld van hoe dat bij jullie op de PC eruit gaan zien. En ik moet zeggen, het scheelt dat je het verslag dus meteen kan gebruiken. Als ik iets eruit mag liggen, zou dat voor mij zijn het feit dat je meteen na de test ga je meteen in de cloud. Je kunt meteen het verslag downloaden, printen en het ligt allemaal klaar. Maar even het woord aan Karen. Karen gaat de andere benefits of de voordelen met jullie bespreken. Okay, thank you, Wilma. So I'm going to just quickly go through the benefits, especially if we talk about the equipment that you need to use Focus. Now, again, like I said, we used Tova for many years, and I don't know how many of you are familiar with Tova, but you know that you've got a little clicker, and if hardware breaks, you are in trouble because we in South Africa, so if every time the clicker gave us trouble, we had to send it back to America, and then there was a lot of time that we wasted and it cost us a lot of money, and we test a lot of kits, so we could not afford that. So with Focus, you have no hardware, okay? And also, if you purchase the license to use Focus, you can download the software up to 10 different computers. So for instance, here with me, where we stay in Bloemfontein, I've got 3 practices in town, and I have got 9 computers and Focus are on all of them. So it doesn't matter where in town my computers are, I can do assessment any place. So you don't need a license for each and every workstation that you work with. So, and you will know if you're familiar with some of these tools that you normally get 1 license for 1 tool. So this is wonderful. You remember when I said that we were in America when we launched Focus there, just before we flew over, we did an assessment with one of my students, did a second assessment. So on the way when we got in Washington, I was very curious to see, you know, what the results was. And it was so awesome because I just go into my portal and we'll show you now how that looks. And I could see all the results. So that's really beneficial. Also, next thing that's also important is that you will know now to get the results, you will need an interpretation credit.
But with many of these other tools, you cannot administer a test if there is no credits on your system. With Focus, that doesn't work like that. You can test 200, 300 children or people on your system. You're only going to purchase the credits that you are going to need when you need the report. So you don't have that hassle. I remember when we used Tova, every time, you know, when I got someone in and I didn't have credits, there was this long delay before I could actually test someone. Okay. Then also, what you can do is you can even administer a test and even put the information afterwards into the system. Something that's awesome for me is, and because this happened to me very often when I used Tova, sometimes you would test more than one child in a family. And sometimes the moms will get the dates of the different children wrong. And then you would have to retest that student. With Focus, if there's any mistake made with the birth date, because remember, that's important for the norm, you can also go into the system and you can just rectify the mistake if there's any, okay? And then something that I think you guys will also, like us, appreciate tremendously is that you can do distance testing. So you can sit in, okay, I don't know, Netherlands. So I was only in Amsterdam once. I can test you from my town here in Bloemfontein. I can test you in Amsterdam or Rotterdam, doesn't matter where you live. So you can do distance testing with students. It doesn't matter where they are. And that's awesome. Okay. So we can do that. And then all your technical and interpretation support will be done in Dutch. That's where Wilma and Roel is going to come in. They're going to help us with that. And then the report, as soon as you are finished with the report, you can get the results immediately. Sometimes I would do an assessment and the parents would come from a far away, and then I can do the assessment and immediately do the feedback with them. Okay. At this stage, the reports, the interpretation of the reports, as you saw, is in English. But we are in the process of translating it in all different languages. So we are busy with that because I know a lot of people ask about that. Okay. Wilma, I think that's all the benefits. Do you want me to quickly show them the portal? Yes, please, Karen. So while you go to the portal, I just want to mention something that we spoke about in the webinar last night. Er was dus een vraag over of een cliënt moet kunnen lezen om deel te kunnen nemen aan deze test. En dat hoeft dus niet. De instructies worden heel goed visueel gegeven. Ze kunnen de instructies lezen, maar er zijn ook visual elements. Dus er zijn ook plaatjes bij, video's bij, waar ze de instructies heel goed op kunnen zien. Dus dat hoeft helemaal niet. Dat wordt heel goed uitgelegd. Okay. So I'm showing you, this is the inside of my portal. So it is such an user-friendly program to use. You'll see now here, for instance, is the date. I think that would have been, I don't know, was it Saturday, whenever, 18th of July? No, that was 2 days ago that we tested these children. So all my tests is there, but I wanted to show you, especially this one. And I've got permission from the parents to show you this little boy because it's important to show you the duration, where we start and then where we finish. Now, with our intervention, we test when we start and then we do a retest 40 sessions, 20 hours after our intervention. Now, in South Africa, with all, not now during COVID, I'm talking normal circumstances, it takes us about 7 months to get through our protocol when we do the second assessment. So you'll see now, when we started working
with him. And I can even show you, we do have older clients as well. But when he started, and now that you understand the assessment, this is going to be very easy for you to understand. But I want to show you that when he started in 2018, and you'll see, so he did now 160 sessions. So we did 60 hours of training, okay? He started on 30% for his consistency. Now, an exercise that I always do with my parents, now I think it's my teaching background, is I want parents to understand what that 30% means when we talk about homework time or schoolwork. So what I would do is, like Wilma said, the assessment is 20 minutes long. So what I would always do is I will go work out how many minutes is 30% of that 20. Because let's say, for instance, it's like 6 minutes. That makes it much more realistic for the parents to comprehend when you as a therapist give them a feedback. It's now you can give them the realistic, scientific, objective measurement of what it really entails. Okay, so you'll see he was on 30%, and I'm going to show you 30%. I'm going to show you the front part just to go through. Performance, very slow processing. And you'll see he was very impulsive. So we did 40 sessions, and you can check the dates. It will always be 7 months later. He went up to 81%. Now remember, 7 months is a long time, and they can't remember the sequence or anything like that. So now when you do a reassessment, everything is the same. The same place, the same person, the same time, everything the same. So he went up to 81%. But processing speed, look at that. It's amazing how big the difference is. But you can still see 59%, you're still too slow. You will fall behind in class. But look what happened with impulsivity. Now, with Wilma and me, we are used to this kind of, especially with impulse control, we are used to this kind of results. Let me show you the third one. So we went up to 92%, now we're in the 70s. So what we do after each every assessment, we will reevaluate the protocol of what exercises we are doing and things like that. So up to 77%, and you can see no impulsivity at all. And he actually graduated on Saturday. And he is done now, he's on 86. Everything is very much in line. It's Wilma, what is vastgelê? What would vastgelê? It's been embedded, it's been set. Nee? Vastgelê. Ja. Yes, okay. And then you can see everything is totally where it's supposed to be. Okay, so it's so nice to really measure the progress throughout the duration of when you work with them. And like I said, I can really show you, we assess children or adults with medication, without medication, because sometimes some of the doctors that we work with, they want to see if there is a difference, if the medication's dosage is correct. So there's different things that you can do with focus. Okay, Wilma. Ja, as ek even kan samenvatten, dus Karen heeft het nu over een basismeting, dus een baseline measurement, voordat je dus aan een behandeling begint met een cliënt. En bij ons doen we dus na 7 maanden gaan we deze meting opnieuw doen. En dan kunnen we het dus weer over 7 maanden kunnen we dat weer opnieuw doen. Dat is hoe wij dat doen. Maar wij willen steeds die vergelijking zien en kijken of dat verbetert of niet. Maar je kunt dus ook besluiten en zeggen, nou, ik werk met een CBA-patiënt. Ik wil dat veel vaker doen. Dus ik wil 1 keer op de 2 maanden zou ik graag de metingen willen nemen. En dat kan heel erg interessant zijn. En dat geeft ook interessante
feedback die je dus in de behandelteam ook kunt bespreken. Hè. Dat geeft hele leuke metingen die je mee kunt nemen. En dan, zoals Karen ook zei, er zijn bijvoorbeeld kinderartsen die een meting willen hebben over de effectiviteit van de medicatie. Dus dan doen we een meting zonder medicatie en dan doen we een meting met medicatie. En dan kun je dat dus met elkaar vergelijken. Dus die metingen kunnen... We kunnen er veel mee. En die info is dus hartstikke interessant. En het geeft voor ons altijd een goed beeld van of de behandeling aanslaat of niet. Omdat concentratie anders zo moeilijk te meten is. En moeilijk te concreet te maken is, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt het wel handig. Maar wat wij dus willen doen, Karen, I'm going to tell them what we want to do now is we want them to experience this test by themselves. Do you want to tell them a bit more about what we're going to do? Yeah, okay. So it's very important, you know, for us, we can share all the wonderful things with you with regards to this, but we want you to experience this either on yourself, or if you've got a child that you maybe want to do it on your own child, or we've been using this now, like I said, for 3 years all across the globe. I've never had someone in Netherlands, I must say, but we've tested many people across the globe. And then what some of the professionals did was they would take one of their own clients that they currently have, and they would test that client to bring to take the scientific measurement and their results and then compare the two. So you can decide what you would like to do. What I'm going to do is I'm going to register you all on Focus on our portal, and I'm going to send you an email tomorrow. So you're going to get, and it's really, and I even made a little video because it's a lot of information. So I just explained it thoroughly again, but you will then be registered and then you will get a home test code that you are going to download the app on your computer. It is available. You can do it on Apple or on a normal PC. So it depends. You must just make certain that you check the right box, and also make certain that your computer adheres to the minimum requirements. But the Focus app takes a little bit of space. It doesn't really take a lot of space, but just make certain that you do that. And then as soon as you are registered, you will be able to do the test. Now, advice that I want to give you is that we never ever test someone after 1 o'clock in the afternoon, because then they are tired. Maybe they had a bad day at school or a bad day at the office. So we try and test them as early as possible. If they are on medication, we will always test them without medication, because we want to see the real results of the real person. But you are going to then do this assessment on yourself or maybe on a client. Then the report will be uploaded to our portal at this stage, and then we will make a one-to-one appointment with you, where we will do a Zoom meeting where I'll take the report, and we are three that's going to help you. It's going to be either me and Vilma and Marlies, my sister, that's going to help. So that we can get through all of you as fast as possible, because a lot of people want to do it fast. But then we will do a feedback with you. So we'll take the report, we'll walk you through the report, but you're going to understand exactly how it feels. And I promise you, as an adult, you don't know how long 20 minutes is when you do this assessment, because it's really very boring, because it's supposed to be boring. So you will get an email with the following: a recording. I'm going to send you a recording of the presentation. I'm going to send you a short ebook where we just summarize everything. I'm going to send you the instructions of taking this assessment. Okay. Vilma? Yes. Yeah. There's
Jullie krijgen alles wat Karen zei, gaan we dus heel mooi op een mail zetten. En ik wil jullie even laten zien hier op het scherm. Karen heeft hier wat voorbeelden gezet over, dat zijn social media beelden die wij gebruiken. Dus mochten jullie enthousiast zijn over focus en zouden jullie dat dan bij jullie op de praktijk of willen gebruiken, dan gaan we er dus ook voor zorgen dat jullie soortgelijke social media foto's hebben die jullie dus kunnen gebruiken voor jullie eigen Facebookpagina. Wij zorgen er altijd voor dat het er goed uitziet, dat het er netjes uitziet. Ja, vinden wij dan. dan krijgen jullie dat dus ook opgestuurd. Dus het is even leuk dat jullie kunnen zien hoe dat allemaal eruit ziet. Dus ja, jullie krijgen morgen de info. Ga de app downloaden. Doe de test. Het is hartstikke interessant. Zoals Karen ook zei, het is best wel saai. Want dat is wanneer concentratie moeilijk is. Als wij leuke dingen doen, is het niet lastig om te concentreren. Dus ga de assessment doen. En dan gaan wij dus met jullie kijken naar het verslag. Ik heb de allereerste assessment heb ik dus op mezelf gedaan. En dat was best wel interessant om te zien. Ik wist niet dat ik gevoelig was voor visuele prikkels. Dat ik zo gevoelig was daarvoor. Maar het explains a lot, moet ik zeggen. Dus ga de test doen. En dan kijken we ernaar uit om met jullie allemaal individueel dus contact te maken via een Zoom meeting. En dan gaan we het verslag gaan we het erover hebben. En ja, laat je verrassen, zou ik zeggen. Do you guys have any questions? Is there anything that you would like to ask us? I'm gonna give you some time to maybe put in the chat box. Yeah. We've got a quiet group tonight, Wilma. It's late. It's late already. Okay, even kijken. Zijn de hermetingen precies hetzelfde als de baseline meting of zitten daar verschillen in? Desiree, heb je het over hoe we meten? Als dat zo is, ja, de hermeting is precies hetzelfde, is precies dezelfde activiteit. Jullie gaan dat nou te zien krijgen wanneer jullie de test doen. Maar het is dus precies hetzelfde test. Wij proberen ook de setting op dezelfde manier te doen. Als het even kan, moet het ook door dezelfde therapeut gedaan worden. Zodat we de validiteit kunnen beschermen. De test duurt 20 minuten. Dus daar gaat dus een korte oefentest vooraf. Zo'n 3 minuten, Karen. Practice test van tevoren. 3 minutes. Yes. Ja, dus dat je even kan kijken of je cliënt het goed heeft begrepen allemaal. En de instructies goed kan uitvoeren. En dan begint pas de 20 minuten test. Gaan jullie de training voor aandacht ook een keer delen? Marina, we gaan. Ik wil even je vraag goed begrijpen. Dit is dus de test die wij gebruiken voor die aandachtmetingen. Maar ik denk als wij 1-op-1 met jou gaan praten, dan kan ik kijken of ik die vraag wat beter kan beantwoorden. Dus op die 1-op-1 training gaan wij alles heel zorgvuldig met jullie doen. Desiree, dankjewel. Femke, is het steeds dezelfde opdrachten die ze moeten doen? Gaat het dan ook niet beter omdat ze al weten wat ze moeten doen? Femke, dat was een goede vraag. Ze gaan dus deze test doen ze dus 1 keer aan het begin. En zoals bij ons doen ze het pas over 7 maanden, doen ze het weer. Dus dit wordt niet zodanig herhaald dat ze daar goed in kunnen worden of een goede vaardigheid in kan leren. Karen, the question was, don't they perform better the second time because they now know what they're going to do? It's a very good question because we did a test-retest reliability study where we tested there was different participants,
different age groups, and they were tested within 2 weeks from each other, the assessments. And they were actually worse. Some of them, remember now, it depends. Some of them did do a little bit better, but most of them did worse. So that's why also, I wanted to say this, that sequence, the star flashes on the screen. When it's colored in, that's when the person needs to press the space bar. And if it's only outlined, they need to, that's the non-target. So that's all they do. But that sequence is never the same. Okay. So they will never remember there was four flashes of, you know, colored in and two flashes of outline. They will never remember that. So I just wanted to answer that one as well. Okay. Desiree, even kijken. Dank je, Marina. Lijkt me een hele interessante test. Dat is het zeker. Worden bij de 1-op-1 gesprekken de kosten et cetera toegelicht of de mogelijkheden tot training? Dat wordt zeker toegelicht. Dit is allemaal heel snel gegaan. Wij zijn dus in onderhandeling met Afriforte om de kosten voor Europa te bevestigen. Daar zijn we deze week in gesprek mee. Dus wij willen graag op de 1-op-1 gesprekken als er zijn dat wij de kosten met jullie kunnen delen. Mocht het eerder zijn, dan zal ik het op de groep zetten. En dan de mogelijkheden tot training. Jullie krijgen dus een volledige training van ons. De training wordt online gedaan. Het duurt zo'n 4 uur, waar we dus ook onder andere casussen gaan bespreken. Jullie moeten dus de casussen feedback geven aan ons. Wij kunnen helpen. En jullie krijgen dus ook accreditation voor deze training. Dus je kunt daar ook een certificaat voor krijgen. Dus wij gaan, dat is de basistraining. En wat wij dus ook doen, is wij gaan sowieso de eerste 2 testen gaan we samen met jullie gaan we samen met jullie bespreken. Dus de eerste 2 keer dat je deze test gaat doen in je praktijk, hebben wij even contact, kunnen we er even samen over hebben. Dus wij zorgen er wel voor dat jullie dat vertrouwen in hebben en dat jullie een fijne terugvoergesprek kunnen doen met de cliënten. En het is wat Karen al zei, ik ben er voor de interpretation training. Ik ben altijd op de mail of even zelfs op een WhatsApp of op de groep bereikbaar. Dus, maar de training zit er wel, er zit wel degelijke training aan vast. And we've got extra training, Wilma, as well. So I made extra YouTube videos where you get a very, very clear manual. So remember, you've got Afriforte, where we get the online and accreditation and the focus. But our company, the one that we work in South Africa, I made extra. It's the teacher and me. I've got lots of manuals, lots of videos explaining to them with examples, because that's the only way in which you learn how to interpret this. And remember, we've done thousands and thousands. So for us, it's very easy. And it's in the beginning, you're going to struggle maybe a little bit, not a lot, I promise you. After the second, third example that we've done, you will have it. But like Wilma said, we are there almost. Every day I will get emails from people that maybe after a year said, I've got this assessment. Can you just tell me if I'm track? So that's part of the support that we in any case, you know, give you. Yes, definitely. Karen, and then just Femke, ik wil even op je vraag terugkomen. So just again about the test retest situation. So if we test now, and say for instance there's a stroke patient and we would like to do this test again after 2 months, you don't have the risk of the patient being used to the test and therefore does better. Yeah, Femke, what I would suggest, and because we currently are working with a stroke patient, it depends also on how severe, if I'm using the right word, the therapy is, that because she's also with an occupational therapist. We actually have two, we've got a stroke patient
currently, and two brain injury students. They are, the one is 16 and the other one is 21. And they're all going to occupational therapists. So it depends on how severe, obviously, the issue is that we're working with, and also the therapy that that they get. So with the occupational therapists that we work with in the practice here, with the clients that we have, they don't want to test all before 4 to 5 months. And like I said, it will depend on how severe the treatment is. But after two months, they won't remember. They can't remember it. Okay. Yeah. And Marina, yeah. Inderdaad, het is Marina vroeg, de training voor de aandacht en de focus. Dus wat wij doen om de consistency en de performance en impulsivity te verbeteren en dus beter resultaten te krijgen op de retest. Ja, daar gaan we een opvolgwebinar over doen, Marina. We zijn even aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor de technologie die wij gebruiken om dat dus op zo'n makkelijk mogelijke manier naar Nederland te brengen. Want wij willen jullie dus dat aanbieden. Dat werkt enorm goed. Ik ben er zo enthousiast over. Dus jullie gaan daar een webinar, een opvolgwebinar over krijgen, zeker. Oké. Marina, ik werk niet met kinderen, maar met volwassenen, met hersenletsel. Dus heb er iets minder verstand van. Nee, zeker. De technologie die wij gebruiken, kan ik even ook kort zeggen, kan dus ook heel goed gebruikt worden bij volwassenen met hersenletsel. Ik heb dat gebruikt zelfs bij patiënten met dementie. Ik heb dat gebruikt bij iemand met Alzheimer's. En dat is enorm interessant om te zien hoe deze technologie geholpen heeft. Dus Marina, ik hoop dat wij zo snel mogelijk deze info met jullie kunnen delen. Karen, so there was a question about the intervention that we use. I assured them that we will be giving information about that as soon as we can. Okay. There's another question here in the question and answer. I don't want to read it because they're going to laugh at me. Give it a try. No! Hoe hebben jullie gevonden dat testen voor 1 uur het meest effectief zijn? Karen, so how did we realize that it's more effective to test before 1 o'clock? Okay, you know what we did was, when we tested, remember, especially in the beginning when we were validating it, we also saw that after it, normally we've tested a lot of children, so up to standard grade 12, is that after a day's work, they would be much more tired. And some of them would be had a bad day. So we decided we will do the cut off at 1 o'clock. We're not strict. So let's say, for instance, because we've had that, let's say a parent says, I can't, I need to do it in the afternoon. We will then make certain that person is well rested. Nothing bad emotional happened at school or at work. So we just want to make certain that if we test them a little bit later, that the situation is not going to look worse because it's later, because they're tired and not feeling well or whatever. And that's why we decided we're going to say there's a cutoff, but we do have later testings. Important then, if let's say we test them 4 o'clock, then the second test, the third test, all the tests must be exactly the same as the other tests. It's just clear. Yeah. Ja, zeker. En hoe eerder je toetst op de dag, hoe minder kans heb je dus dat er dingen kunnen gebeuren die een negatief effect op de uitslag kan hebben. Dus als we heel vroeg testen, dan is de cliënt nog niet op het werk geweest. Of de gedachten zijn nog wat rustiger. En we hebben het al gehad met kinderen. We hebben al eens gehad, dan doen we een test om 11 uur. En dan wordt het kind afgezet door de moeder. En dan zie je dat het kind aan het huilen was. Of
chagrijnig is en dan blijkt dus dat er ruzie was in de auto, ja, dan heeft het dus weinig zin om dan meteen die test te doen. En dan zijn we gewoon uit onze ervaring gewoon heel gevoelig voor geworden. Dat het kind rustig is, een goede nachtrust heeft gehad. Ik zeg altijd ter voorbereiding, maar dat gaan we jullie in de training ook leren, zeg ik ook altijd tegen de ouders, kind moet vroeg naar bed, of als jij komt voor je test, ga vroeg naar bed. Een goed ontbijt voor de test. Geen suiker, geen cafeïne voor de test. Dus wij proberen die dingen die een extra invloed kunnen hebben op het resultaat, proberen we zoveel mogelijk te beperken. Jelle, heeft dat je vraag een beetje beantwoord? Oké. Okay. Goed, bedankt. Zijn er nog vragen? Even kijken. Oké, dus jullie krijgen morgen communicatie van ons. Ik zou jullie aanraden om die test te gaan doen. Wij willen graag tijd met jullie spenderen bij de one-on-one feedbacks. En dan kunnen we eventueel wat meer vragen beantwoorden. En het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk om zo'n verslag over jezelf te zien. Dus mocht er iets niet duidelijk zijn, kunnen jullie gewoon reageren op de mail die jullie morgen krijgen. En dan nemen we zo snel mogelijk contact op. Okay. Awesome. Thank you very much. It was lovely. And we skipped our time, Wilma, tonight. Even kijken. Ik krijg morgen vakantie. Voor wanneer willen jullie dat wij getest hebben? Nou, Femke, wanneer het uitkomt. Het maakt niet uit. Hè. Er is geen deadline ervoor. Dus je kunt ook na je vakantie kun je de test doen. Dat is prima. Oké. Okay, everyone. Thank you for your time. Hou jullie goed en werk ze en blijf veilig. Ik zie hier, it sounds really promising and insightful. Looking forward to using this with my clients in the future. Thank you for your time and presentation. Oh, het is heel graag gedaan, Jelle. Ga ik even kijken wat lukt, Femke. And thank you very much, Desiree. Nou, het was heel graag gedaan. En dan zou ik zeggen tot snel. Yes, thank you everyone. Bye. Bye-bye.